zijn vanavond de gast bij TTV Monnikendam. Dat is touwtrekvereniging Monnikendam. En ik ga daar praten met Tijn van Rossum, die deel uitmaakt van dit team, maar tevens ook deel uitmaakt van het Nederlands team. Allereerst wil ik je heel erg feliciteren met het behalen van het WK. De eerste plaats op het WK. Hoe vaak trainen jullie in de week? Het verschilt. Ons indoorseizoen is net afgelopen. Dus nu zijn we weer terug naar een 2 keer in de week. Eigenlijk zijn wij nu weer overgeschakeld van de indoordiscipline naar het outdoor. Voor dit interview speciaal nog even 1 keer indoor. Omdat dit ook de discipline is waarop wij op het WK zijn uitgekomen. In aanloop naar het WK hebben wij gemiddeld 5 keer in de week getraind. En dat betekent 5 touwtrektrainingen van 2 uur. En daarnaast heeft iedereen nog individueel nog krachttraining en conditietraining gedaan. En dat heeft zich uitbetaald inderdaad voor een aantal spelers in een gouden plak en voor iedereen sowieso in WK-medailles. Als ik mezelf naga van vroeger met de sport, dan waren alle kinderen in mijn omgeving die begonnen met voetballen. Ik was 5 jaar dat ik begon met voetballen. Wat ik me nou heel erg afvraag is hoe oud je bent als je begint met touwtrekken en in jouw geval, waarom heb jij gekozen voor dat touwtrekken? Nou, laat ik beginnen zeggen, ik ben een ontzettend sportfanaat. Ik heb alleen helemaal niks met voetbal. Ik heb er niks tegen, maar ik heb er niks mee. Ik heb zelf altijd gejudo'd. Vanaf mijn 14e tot mijn 18e, 19e heb ik gejudo'd. En toen werd ik overgehaald door een aantal vrienden om te gaan touwtrekken. En dat was eigenlijk een beetje het begin van het einde. Ik ben nu 28 en ik doe het nog steeds. En ik ben het steeds fanatieker word ik er eigenlijk in. Ja, en waarom gaan mensen touwtrekken? Een hoop van de jongens die hier lopen zijn door ouders of vrienden bij deze club terechtgekomen. En ik denk dat de jongsten die begonnen zijn rond de jaren 14 daarmee gestart zijn. Kun je ook iets vertellen over de techniek of de tactiek? Want ik neem aan dat het niet alleen maar dom tussen aanhalingstekens trekken is. Nee, alles behalve. Het is zeker de wedstrijden zoals we die hebben op het WK-niveau hebben gedaan. Dat is ontzettend fysieke zware sport. Kracht ten eerste natuurlijk, techniek, conditie, tactiek, alles komt aan bod. En wat ook ontzettend belangrijk is, dat je echt wel als team fungeert. Je kan 8 hele goede individuen kan je bij elkaar zetten, maar dat hoeft niet te betekenen dat het een goed team is. Het is echt een teamsport. En betekent het ook dat je een bepaalde opstelling hebt? Want ik neem aan dat je ook in verschillende kracht en kijkt naar het gewicht van de deelnemers? Jazeker. Eigenlijk heel grof gezegd kan er gesteld worden dat de opstelling eigenlijk van voor naar achter van groot naar klein is. Om het even heel kort door de bocht te zeggen. Er zijn natuurlijk altijd nog wel her en der wat verschilletjes zijn. Maar dat is in eerste instantie als je zou zeggen van ik heb 8 onbekende mensen. Is dat een beetje de volgorde waarmee je begint. We hebben speciale shirts aan met latex erop, extra grip. Riemen met latex erop, dat het allemaal goed vast zit. Dat je nog meer kracht kan overbrengen naar het touw. Dit is een speciale gefabriceerde touwtrekschoen. De zool die is helemaal vlak. Dit is eigenlijk, je kan het vergelijken met een raceband van een auto of een motorfiets. Dus helemaal vlakke zool, meer contactvlak, speciale compound rubber. Vrij zacht, zodat je een maximale grip hebt, maximale wrijving op de mat. En zodoende meer kracht kwijt kan en een grotere hoeken maken ten opzichte van de mat. Om zo maximale kracht kwijt te kunnen. Ik zie dat er nu getraind wordt met 2 teams tegenover elkaar, met katrollen. Wat is nu precies de tactiek of zijn er afspraken gemaakt? Waar trainen ze nu precies op? Zoals je kan zien staan hier 2 teams staan hier naast elkaar te trekken. Dit is een soort wedstrijdsimulatie, zo zou je het kunnen noemen. We maken gebruik van de 2 banen naast elkaar met de katrolle. Omdat hier de ruimte is niet groot genoeg om een mat lang uit te leggen en zo'n echte wedstrijd te simuleren. De katrollen hebben ook nog als voordeel of als nadeel, hangt een beetje van de training af, ze hebben een iets remmende werking. Dus ze hebben iets weerstand, waardoor de partijen over het algemeen iets langer duren dan dat je echt tegenover elkaar zou staan als in een wedstrijd. Normaal is het wel zo, daar wordt er wel specifiek getraind. Vaker zijn er afspraken, de ene ploeg die gaat verdedigen, de andere ploeg die gaat een specifieke aanval plaatsen. Daarnaast hebben wij... En leg dan eens zo'n aanval uit. Wat doe je dan anders dan verdedigen? Het verdedigen probeer je eigenlijk door middel van je lichaam helemaal op lang en op slot te zetten. Probeer je echt de aanval te blokken, goed de diepte te zoeken. Dat is de verdedigende partij. De aanvallende partij die probeert eigenlijk te voelen waar de ruimte zit in het touw. Wat doet het spanning? Is er spanningsverlies? Wel niet. Kijken waar de ruimte zit en dan zodoende gewichten verplaatsen van de ene voet naar de andere voet. Dat zodra er ruimte komt,
dat je gewicht kan verplaatsen naar de voet waar je op dat moment de meeste druk hebt, zodat je er zo vol de aanval in kan zetten. Ja, het is een gevoel dat moet je ervaren. Dat is heel lastig uit te leggen. Maar het is wel degelijk een sport waar een hoop gevoel en techniek bij komt kijken om succesvol te zijn. Ik wil in ieder geval heel veel succes wensen met het team uit Monnikendam, maar natuurlijk ook met het Nederlands team. Het volgende doel is het NK-timen. Kun je mij vertellen wanneer dat is en waar? Jazeker, dat wordt gehouden op 15 en 16 juni op het sportpark in Monnikendam, op het atletiekveld. En dat is, ja, dat wordt ons volgende doel om met de club ons daar goed te profileren. Dat is tevens een jubileum voor ons. Dus dat is na het WK zijn we daar met z'n allen naartoe aan het werken. Succes. Dankjewel.